toen Daniel Schilling en zijn compagnon een karaokebar in Nijmegen begonnen, was hij eigenlijk niet van plan te stoppen met zijn andere werk. In 2018 ben ik met mijn compagnon Mirna Ruikers deze karaokebar begonnen. En ik kwam eigenlijk zelf helemaal niet uit de horeca. Ik organiseerde af en toe wel eens een bandjesavond, muziekavonden. Maar ik had net een pabo-diploma en ik stond voor de klas. En mijn compagnon wilde heel graag een karaokebar beginnen, maar niet in er eentje. Dus dat gingen we toen met z'n tweeën doen. Het werd een nog veel groter succes dan Daniel en Mirna hadden verwacht. Maar ja, toen was het dus vanaf dag één gewoon keidruk en hebben we alle zeilen bij moeten zetten. Ik had in eerste instantie ook nog mijn baan gehouden naast de kroeg in het begin. Dus dat ik verzekerd was van een basisinkomen. Maar dat was helemaal niet meer te doen. Het was hier zo druk dat gewoon alle energie hier nodig was. In maart veranderde natuurlijk alles door de sluiting van de horeca. De eerste lockdown heb ik thuis gezeten, ben ik een beetje aan fietsen gaan knutselen. Maar ja, dat is op een gegeven moment ook een beetje klaar. En toen dacht ik nu bij de tweede lockdown, het heet een gedeeltelijke lockdown. Maar ja, voor ons als horeca voelt het als volledig natuurlijk. Dacht ik, ja, ik kan niet thuis blijven zitten, ik ga me vervelen. En daarnaast is het financieel ook gewoon fijner als ik een baan weer heb, waardoor ik niet geld van de zakelijke rekening hoef te halen. Dus toen dacht ik, nou, ik heb een pabo-diploma. Ik stond 5 jaar geleden stond ik voor de klas. Ik ga eens kijken of dat nog steeds kan. Ja, ik vind het echt fantastisch om elke keer weer een andere klas te hebben. Het is hetzelfde als in de kroeg eigenlijk. Ik ben elke keer op dezelfde plek natuurlijk in de kroeg. Maar ik krijg elke dag weer andere mensen binnen. Nee, er is eigenlijk heel weinig verschil tussen voor de klas staan of voor een kroeg staan. Een groep dronken mensen is hetzelfde als een groep basisschoolkinderen. Dus echt bijna, daar is weinig verschil in. Als zijn bar weer open mag, zal Daniel weer stoppen met lesgeven. Lesgeven in het onderwijs is niet te combineren met de horeca. Omdat de horeca, normaal gesproken, nou, dan gaan wij 4 uur dicht. Dan ben je 5 uur klaar met schoonmaken. En nou, dan doe je nog een naborrel met je personeel, met je collega's. En dan is het 6 uur voordat je ongeveer naar huis gaat. Als het heel gezellig is, is het nog later. Ja, dus dan lig je gemiddeld rond 1 uurtje of 7 in bed. Ja, nu moet ik in het onderwijs moet ik om 7 uur opstaan. Wat ik het meest mis aan de bar is de mensen. Een voorbeeld, een moment dat iedereen hier staat te zingen. Buiten de coronatijd, want nu mag je niet meer met z'n allen zingen. Hè? Buiten de coronatijd, als iedereen staat te zingen. En ik draai even de muziek uit. Dat gewoon 80 man a cappella staat te zingen. Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld. En je draait de muziek even uit. Nou, kippenvel. Ik krijg nog 2 jaar later, is nog steeds elk moment kippenvel. Want ik dan, als dat publiek met z'n allen zingt. Dat mis ik wel echt het meest. Maar ik zou eigenlijk heel graag gewoon weer terug achter de bar willen. Dit is wel echt mijn wereldje nu. Daar ligt echt mijn hart.